Peter Ju van de Raad van Bestuur van het Alreine Ziekenhuis. Ernst Kuipers, die verantwoordelijk is voor de verdeling van de coronapatiënten in Nederland, die heeft gisteren gezegd dat het hier in het Westen behoorlijk vol komt te liggen op de IC's. Ervaart u dat hier ook? Ja, wat we zien is dat de regio Zuid-Holland op dit moment de zwaarst belaste regio is. Gelukkig hebben we daar veel maatregelen opgenomen door de intensive care afdeling flink op te plussen. Maar dat is inderdaad correct. We hebben hier op dit moment het zwaarst. Kun je zeggen dat de piek hier al is verschenen of nog niet? Nee, de rest van de piek moet nog komen. Dus dat verwachten we over enkele dagen eigenlijk, wat ook het landelijke beeld is. Maar daar is ook nog onzekerheid over wanneer die piek exact hier zal zijn. Ja, maar het is nu flink druk op de IC in ieder geval? De IC ligt op dit moment inderdaad, daar liggen veel patiënten. We hebben daar nog wel capaciteit en we kunnen ook nog verder opschalen. En kunt u eens beschrijven hoe het er nu aan toe gaat op zo'n IC bij u? Ja, je moet je voorstellen dat daar nu allemaal mensen werken in beschermende kleding. Die daar dag en nacht de zorg verlenen voor heel ernstig zieke mensen. En dat zijn er ineens veel meer dan normaal. Je moet je ook voorstellen dat daar ineens mensen werken die normaal gesproken niet gewend zijn daar te werken. En ineens onder leiding van andere mensen die dat wel gewend zijn het werk moeten doen en daar mee helpen. En dat is zowel fysiek als ook emotioneel is dat inspannend en best belastend. Dus men begint nu al aardig op het tandvlees te lopen, zeg maar. Ja, ik denk dat onze mensen het heel goed doen. Ze werken hard. Ze zijn hier ook voor opgeleid. Maar het is pittig. En wat betekent het voor andere patiënten nu het hier druk wordt? Kunnen die nog wel gewoon behandeld worden? Ja, we borgen de zorg ook voor de patiënten die geen corona hebben. En we zorgen ervoor dat ook daar voldoende aanbod van zorg voor is. Zodat ook deze mensen bij ons terechtkomen. We maken dan een heel strikt onderscheid tussen alles wat strikt noodzakelijk is om nu uit te voeren. Dus mensen die de zorg nodig hebben, krijgen die ook. Maar als er zorg is die uitgesteld kan worden tot later, dan wordt dat ook gedaan om ruimte te maken op dit moment voor de coronapatiënten. Ja. U zegt de piek moet nog komen eigenlijk. Kunnen de ziekenhuizen, kan uw ziekenhuis dat aan hier? Ja, wij kunnen dat aan. Het goede is dat we in regioverband werken, dat we heel goed samenwerken met de andere ziekenhuizen, maar dat er ook landelijk goede coördinatie is inmiddels. Op het moment dat wij hier zien dat we aan onze grens komen, dan wordt er doorgeplaatst. Dan gaan ook intensive care patiënten met ambulances en soms met helikopters naar andere ziekenhuizen. Waar er dan nog wel ruimte is. En zo maken we de spreiding landelijk, waardoor ook iedereen de zorg krijgt die nodig heeft. En hoeveel bedden heeft u hier nu? U heeft zelfs een verbouwing gehad, hè? We hebben een verbouwing gehad. Je moet je voorstellen dat we normaal gesproken 10 intensive care bedden hebben. We hebben er op dit moment 22 operationeel. En we gaan nog verder doorschalen naar 27 intensive care bedden. Dat betekent dus een stijging van 270% van onze intensive care bedden. En dan leveren wij als Alreine ziekenhuis leveren we ruimschoots onze bijdrage aan het landelijke beleid.